zijn nu op weg naar Anderen. Dan halen we de camping op, de caravan. Het is nou wel heel donker in de auto, althans. Met de zonnebril op zeker. Ja, 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 maar je kan de caravan wel zien zitten. Ja. Ga je nou weer foto's uitknippen of doe je losse foto's? Foto's? Ja, of ga je alleen filmpjes? Dit is filmpje. Je kunt er ook, oh nee. Ja, je kunt er ook foto's van maken. Ten slotte maakt hij 25 foto's per seconde. Daarom. Ben je klaar, ja? Oh, je kan, ja. Kijk, en hij, dat zal ook niet. Hij concentreert zich op jou. Op jouw gezicht. Mijn zonnebril waarschijnlijk. Die heeft hij als optie genomen. Ja, omdat ik zo'n dikke neus heb. Oh. Dit is, hoe heet het hier? Rossum. We zijn nu in Rossum, vlakbij Oldenzaal, op een heel sympathiek ogende camping. Roel is even op zoek naar het toiletgebouw. En ik heb het hier wel naar mijn zin. Water. Ja, en wijn, waar geen water door zit. Nootjes. Dat is de Roel die rijdt. En TomTom wijst ons de weg. We zitten nu in Duitsland, richting Vredenbocholt. Wat kunnen we nog meer vertellen? Het was leuk in, waar waren we, Rossum? Zwaar kut. Vooral wat de regen betrof. Ja. Nee, was leuk. Maar goed, gisteren zijn we naar Münster geweest. Toen heb ik mijn camera vergeten, dus daar heb ik geen beelden van. Ja, je moet zo nog even kijken of de kastjes in de kerk van openstaan. Ja, TomTom heeft ons door een wirwar van kleine straatjes en zo geloodst. Met hele mooie hobbeltjes. Met heel veel drempels en hobbels. Dus we gaan zo even kijken of de caravan intern nog rustig is. Oh. Oh, nou. Dat is wel een takje volgens mij, of niet? Ja, of een eikel of zo. Nee, ja, een eikel. Kastanje of zo. Ik denk een eikel. Oké. Okay. Duitse eikel. Een eikel. Een eikel. Een beetje naar rechts buigen. Lippen. Dit is de lippen. Dit is de lippen. We zijn in Susteren op de camping. Even kijken. De caravan heeft een heel mooi plekje. Denk maar. Nou, we zijn net binnen. We gaan eerst even zo wat gebruiken. Ik sta hier voor de, naar men zegt, oudste Romaanse kerk van Nederland. Of het zo is, weet ik niet. In Susteren dus.
vrijdag vandaag. De eerste week van de vakantie zit erop. We zijn nog steeds in Susteren. Roel is aan de wandel. En we hebben nog steeds erg anders. Het is nu zaterdag. En we gaan naar Thorn, is de bedoeling. Het witte stadje. En we rijden nu in Echt. En waarom was het stadje ook weer wit? Omdat het ze fantasieloos zijn hier. Nee, omdat... ze zijn trouwens heel fantasierijk. Maar ik ben aan het rijden, Frans. Maar om het... Hoe stond het nog weer? Dat iets met de armoede te maskeren. Nee, ze hebben op een gegeven moment... Zag je geen verschil tussen arm en rijk? Nee. Op een gegeven moment hebben ze de rijk verjaagd in de Napoleontische tijd. En toen zijn de armen in de rijk en de huizen van de rijken gaan wonen. En toen moesten ze daar belasting werd gegeven op de ramen, hè, op de grootte van de ramen en de hoeveelheid ramen. Het is heel veel dichtgemetseld en geplamuurd. En om dat te maskeren, werd alles wit gestukt. Een politieauto. Die gaat rechtdoor, dus dat is mooi. We zijn aan het snoepen. Kijk, dit is Roel zijn pannenkoek met slagroom. Dat is de mijne. Oeh, wat lekker. Wow.
Heijs. Heijs. Zo heet het hier nou één keer. Gemeente Gulpen Wittem. Bijna een ex-duif. Nieuwe oogst, maar ik zag niet waarvan. Kinderen? Nee, dat denk ik niet. Maar geen ooievaren bij? Nee, nee, nee. Ja, kerk, tot woning. Daar zijn borden. Ga maar rechtsaf naar dit. Weg. Zo, ik land zo. Zonnetje erbij. Oh, het is een hele grote camping. Ja. Maar daar hoeven we niet staan. Nou. Gelukkig. Kan ook niet. We hebben geen geld meer voor over. Zal de hommelheide gaan staan. Kijk, daarnaast kun je lopen, dat is ook mooi. Ja, je kan hier mooi wandelen. Nou, misschien valt het wel mee, ook wel groter. Het lijkt ook vaak groter dan het is. Ah, het is wel een grote jongen, hoor. Nou, door de helm is goed. Wittem, en als het goed is, kunnen we nou door naar Gulpen. God, hier weer. Scooters verhuurd, alsof dat... Een gebrek is aan scooters op de wereld. Ja, vinden ze leuk. Gulpen is rechtsaf volgens mij, of niet? Nee, staat er niet op. Wat gaan we doen? Doe dan maar rechts. Italiaanse huis in Krimp. Oh, dat is ook wel lekker. Ja. Thank you.
zijn nu dus bij de Jochemhof, zoals het hier heet. En nou, we gaan hier een wandeling maken door de botanische tuin. Ik zal er wat foto's van maken en af en toe misschien vloggen. Nou, net voorbij Zwolle. Nou, we zijn nog in Drenthe, hè? We zijn nu in Drenthe, ja. Voelt alweer een beetje thuis. Dus we hebben Limburg gehad, we hebben Gelderland gehad, we hebben Overijssel gehad en nu Drenthe. Zit er nou weer achter die château? Je we verrek. Zitten achter een château. Maar is het diezelfde met busje ervoor? Ja, dat kan ik niet zien. Nou, rijden we heel snel, Frans. Nee, maar dat kan niet. Dan zouden we dus onze koffie hebben ingehaald. Is dit wel, het is wel een château? Het is wel een château. Als er een busje voor zit, dan... Ja, ik kan moeilijk even uitwijken. Nee, volgens mij is het een oude... Nee, hoor, er zit een auto voor. Dus het is een andere. Een andere. Maar hij rijdt niet heel hard. Nee. Nou, haal maar in dan. Toen we ook filmen. Als we een ongeluk krijgen, dan wordt het heel, heel beroemd. Ja, maar ik kan helemaal voorlopig nog niet inhalen. Oh, er zit okay. Een hele strijd aan toe. Nou, ik zie alleen maar een caravan achter jou. Nou, ik zie ook geen strijd auto's hoor. Nee, gelijk. Het spijt mij wel voor die auto's die achter mij zitten, maar ik ga eerst. Nou, dag Chateau. Daar gaan ze. Ja, op camera. Kijk, hoe kan ik er al voorbij? Ja, zo. Oeh, spannend. Nou, even kijken. Moet ik hem nu uitdoen? Dat kan. Maar ik moet nog even. Je wou ook nog dat ik de filmen. Ja, je moet er ook op. Kan vast ook anders, maar. Maar je kan de dingen maar opklappen, kan je jezelf zien. Ach, nou prachtig. Doe. Kun je jezelf niet zien? Nee. Ach. Zo, nou doe ik maar uit hoor. Ja.